Het omstreden ontwerp e-health is nu ook zonder veel problemen ongewijzigd door de Senaat goedgekeurd. Het roept de woede op bij senator Lieve van Ermen. Maar eerst mag haar collega Louis Ide er nog eens fijn op wijzen dat niet alle artsen-senatoren aanwezig zijn op het debat. Volgens Artsenkrant zijn huisartsen ongeveer 10 tot 12 uur bezig met papierwerk per week. Als daar een tijd zou kunnen van wegvallen die meer ter beschikking komt van de arts-patiëntrelatie, is dat een goede zaak. Om die reden ben ik ook persoonlijk sterke voorstander van de elektronische snelweg in de gezondheidszorg. Het elektronisch voorschrift, de digitalisering en afschaffing van attesten, de digitalisering van honoraria-attesten zijn daar voorbeelden van. Het zou een enorme tijdswinst betekenen. En dat wordt niet alleen die tijdswinst, maar ook de economische winst wordt bevestigd door een studie van de VUB. Anderzijds heb ik een aantal bezorgdheden. En ik merk trouwens dat ik hier aanwezig ben om die te uiten en dat mijn collega, dubbele collega's, artsen Van Krunkelsven en Timmerman hier niet aanwezig zijn. Ik vind dat jammer, want de materie ligt zeer gevoelig bij de artsen. Het is voor het eerst dat alle artsensyndicaten, orde van geneesheren, artsenverenigingen op één lijn staan, omdat zij geen vertrouwen hebben in het dossier. Het vertrouwen is zoek. En daarom is het ook zeer belangrijk daarmee om te gaan. En ik zou de minister daarom willen vragen, als het tot uitvoeringsbesluiten komt, van alle artsen daarbij te betrekken. Want anders blijft het project een dode mus. Het wordt na 2 jaar geëvalueerd. En men zal vaststellen, want het is een vrijwillig project, men kan de vrijwilligen instappen. Als de minister er niet in slaagt om met de artsen dit te realiseren, dan zal na 2 jaar de Kamer vaststellen dat dit een maat voor niets is geweest. Waarom e-health in de Senaat evoceren als er geen enkel gevolg aan wordt gegeven? De politieke wil ontbreekt om zowel in de Kamer hoorzittingen te organiseren met deze en andere betrokken actoren uit de medische sector. Het is uniek en nog nooit gebeurd dat alle artsenverenigingen, zowel de syndicaten van de huisartsen als van de specialisten als de orde der geneesheren, eensgezind als standpunt hebben over e-health opnemen voor de patiënt en de kwaliteit van de zorgverstrekking. Ik was erbij in de hoorzitting in de Kamer als enige of aan weinige senatoren die er waren. En dan zijn er collega's senatoren die in de media zeggen dat ze op instigatie van hun fractie in de Kamer het gingen evoceren in de Senaat. Maar toen het in de Commissie voor Sociale Zaken voorkwam, hebben die mensen niets gedaan om amendementen toe te voegen of hoorzittingen aan te vragen. Aanstootgevend hoe een project van dergelijke omvang en cruciaal belang voor de Belgische burgers overhaast passeert. De bicamerale parlementaire procedure is duidelijk failliet. Wat voor zin heeft het dat e-health in de Senaat geëvoceerd wordt als er in de verste verte geen gevolg aan de equivocatie wordt gegeven? Ik wil juist bevestigen dat ik een overleg over de KB met de artsen zal hebben.